Hi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Klik op de notificatiebel en blijf altijd op de date van als ik een nieuwe video plaats. En zo support je mij. Heel veel van jullie zijn niet geabonneerd, maar kijken mij wel. Dus vergeet zeker niet op de abonneerknop te klikken. Deze maand ben ik met iets speciaals bezig. Als je namelijk een screenshot stuurt naar mij dat je op mij bent geabonneerd, ga ik 10 mensen terugvolgen. En dit is te zien in de volgende video. Vandaag heb ik een andere video als normaal. Het is geen weekvlog en het is ook geen extra video die ik op zaterdag plaats. Deze video komt online op maandag. En dit komt omdat het in samenwerking is met Lounge Underwear. Lounge Underwear is echt, nou ja, als je dit niet kent, dan weet ik niet waar je hebt geleefd. Ik vind het echt geweldig. Ik heb er zelf ook gewoon buiten samenwerking om wel eens besteld. En ik vind het echt zo chillen. Ja, lingerie en ze hebben ook loungepakken. Waarom ik deze video maak en vandaag plaats, is het omdat hun birthday sale van start is gegaan. Geen één kortingscode werkt, maar alle producten zijn mega vet erg in de sale. Dus dit is de tijd gewoon om te shoppen daar. Want ze zijn best wel prijzig. In ieder geval, lingerie is natuurlijk best wel duur. Dus in verhouding, ja, vind ik het wel meevallen. Als je naar de Hunkemöller gaat, ben je ook veel geld kwijt. Kijk, zou je gaan naar de H&M, dan ben je natuurlijk veel goedkoper uit. Maar hier hebben ze echt super mooie, speciale soorten lingerie setjes. En ja, die ga ik vandaag aan jullie laten zien. Ik heb ook een loungepak die echt amazing is. Even een disclaimer, ik ga niet de setjes aantrekken. Want ik voel gewoon niet comfortabel genoeg om lingerie voor de camera te staan. Maar ik heb ze wel allemaal al een keer aangehad en aangetrokken. En ik weet hoe het zit. En ik laat gewoon een plaatje zien hoe het eruit ziet bij de modellen. En ik vertel jullie mijn ervaring hierover. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet dus ook niet op mijn kanaal te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En hoef je geen video van mij meer te missen. En vergeet me niet te volgen op Instagram, dus @sarahverwoerd. En ja, vergeet zeker niet de link in de beschrijving te checken naar de mega huge birthday sale van Lounge Underwear. Sinds kort is Lounge dus ook beschikbaar op een Nederlandse site. Ze hebben een hele fijne klantenservice. Je kan namelijk ook met ze WhatsAppen en snel een vraag stellen en daardoor snel communiceren. Daarnaast is Lounge ook erg duurzaam bezig en bezig met het milieu. En dit is altijd een pluspunt natuurlijk. Ze proberen zoveel mogelijk gerecycled katoen mee te nemen in de producten. En de verpakkingen zijn allemaal recyclebaar. De productverpakkingen en de verzendzak. Dus ja, dat is echt top. Daar zijn ze heel goed mee bezig. Retouren kan ook heel makkelijk. Dat kan gratis. Daar krijg ik wat vaker over. Verzenden is boven de 50 euro gratis. Dus bijna altijd wel, want een setje kost meestal rond 50 euro of iets meer. Waar je normaal rond de 50, 60 euro betaalt, betaal je nu rond de 30, 40 euro met de sale. Dus dat scheelt echt veel. Ik zou echt, als je erover nadenkt om zo'n setje te kopen, echt nu doen. Oké, ik denk dat ik genoeg heb geluld. We gaan gewoon lekker beginnen. Nou, de zak is dus al open, want ik heb alles al een keer gepast. Ik wil er wel zeker van weten dat ik iets ging promoten wat ik zelf ook lekker vond zitten. En ik zal ook een beetje de maten bespreken, want dat is denk ik wel handig met zo'n video. Nou, ik ga beginnen met de lingerie setjes. Ik heb al heel veel natural colors in mijn lingerie collectie. En daarom leek het me leuk om nu een keer voor leuke kleurtjes te kiezen. En het eerste kleurtje is deze vet gave groen. En deze is van de Balcony collectie. Ik heb ze in de maat 75B. De maten vallen gewoon, ja, precies zoals ze horen te zijn. En de string heb ik in maat M. Dat heb ik in Nederland ook gewoon altijd. Dus ja, de maten zijn echt gewoon zoals ze in Nederland zijn. Ja, ik vind het zo gaaf. Ik vind dat bandje super, super leuk. Hele mooie string. Ik zal hier in beeld de afbeelding zetten. Maar het staat echt beeldig, jongens. Het is echt niet normaal mooi. Dit is dus van de Balcony collectie. En er zit geen vulling in, ook geen push-up. Ik heb wel meerdere bralettes en ik vind het zo chill onder een shirt of onder een trui. Met uitgaan doe ik meestal wel push-up bij Haas aan of niet, weet je, I don't fucking care. Maar gewoon het alledaagse leven is dit zoveel, zoveel lekkerder. Ja, dus dit is de Balcony. Dit is echt één van mijn favorieten. Deze is zo mooi en ja, de maten vallen echt gewoon precies hetzelfde als in Nederland. Dus dat is super fijn. Dus dit is het eerste setje. Mega goals. Dan het volgende setje is in dit super leuke felle oranje kleurtje. Dit is ook van de Balcony collectie. Maar dit is net een andere vorm. Deze ziet er zo uit. Ja, ik weet niet. Kijk, je gaat het nu goed zien. Deze is
iets korter afgesneden en deze loopt iets langer door. Dus dit is meer een triangle vorm. En deze heeft aan de zijkant ook een gave band met lounger op. En ook een hele mooie string. Aan de voorkant zit die zo. En aan de zijkant zie je dat bandje. En ja, dit was ook gewoon super goede maat. Helemaal perfect. Het zat echt super mooi. Ik vind dat echt wel... Ik ga deze sowieso aandoen op Koningsdag. Het is vet leuk. Gewoon een oranje. En ja, het is een beetje een rood-oranje. Maar ja, ik vind het echt heel leuk. Ik vind het zo leuk. Het lijkt net gewoon of je een bikini aan hebt. Gewoon zo'n fel leuk kleurtje. I like it. Dan ga ik nu door naar wat rustiger kleurtje. Dit is een roze kleur. Dit was ook een van mijn favorieten. Deze loopt net iets hoger door als de oranje. En deze heeft hier ook een gaasje zitten voor extra bescherming of doorschijning. Ja, en deze heeft ook gewoon een band rondom lopen. Dus dat super, super cute. Echt mooi. Heel erg leuk kleurtje. Ik heb trouwens gewoon alles in 75B en string in de maat M. Dus dat valt allemaal hetzelfde. Heel erg mooi. Echt super cute. En ook een heel leuk broekje erbij. Het broekje, ja, is bijna... Deze, dit is een heel simpel broekje. Gewoon de band zo. En dan van achter ziet hij er zo uit. Ik heb er allemaal strings gekozen. Je kan ook voor een wat langer broekje kiezen. Dat echt meer een broekje is en geen string. Dus dat hebben ze bij elk setje. Dan kan je kiezen of je een string of echt zo'n broekje erbij wil. Heel erg leuk. Het staat echt zo vet cute. Echt. Het zit zo mooi, jongens. Echt. Dan ga ik door naar een wat sportievere. En deze heb ik in het zwart. Dit is de Triangle collectie. En dit ziet er zo uit. Dit is eigenlijk een wat sportievere BH. Dit kan je misschien ook wel als sport BH gebruiken. Ja, en deze heeft dus gewoon zo'n mooie band. En dan gewoon een triangle, dus een triangle vorm. Ja, dit kan bijna wel een bikini zijn. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik denk dat dit ook heel chill is onder je sportkleding. I like that. En heeft ook gewoon een mooi broekje erbij. Dit is eigenlijk gewoon een heel simpel broekje. Het lijkt een beetje op een Calvin Klein, maar dan van lounge. En deze kan je eigenlijk onder elk BH of iets aan. Dus dit is eigenlijk gewoon een hele neutrale, fijne string. Gewoon met katoen en geen gaas. Noem je dat? Gaas? Geen kant. Oh my god. Het is gewoon katoen en geen kant. Dit is een wat sportiever setje, maar ook heel handig en heel fijn. Het zat ook echt heel lekker. Het zat echt gewoon bijna alsof je bijna niks aan had. En ik had deze trouwens in de maat... dit is een maat S, volgens mij. Ja, ik had het topje in de maat S. Ja, en de string dus weer in de maat M. Dan kom ik bij het laatste lingerie setje. En dit was eigenlijk mijn minst favoriet. Ik wist niet dat de stof er glimmend uitzag. Daardoor vond ik hem wat minder leuk. Het is een witte BH. Alleen hij heeft heel erg van dat glimmende stof. En dat vind ik een beetje cheapy overkomen eigenlijk. Dus ja, dit was eigenlijk mijn minst leuke BH dat ik vond. Maar het zat alsnog prachtig. Het was een, hij heeft hier dus wel een beugel. Dus dat zorgt voor meer stevigheid. En ja, het zag er ook super mooi uit. Alleen ik vond het een beetje op een oma BH lijken. En ik weet niet of het aan mij ligt. Maar dat vond ik. En dat is gewoon mijn eerlijke mening. Ik ben gewoon hartstikke eerlijk. Ja. En hier weer een loungeband. Maar... En ik vond de string ook een beetje te groot. Zeg maar niet in grootte. Dus je moet een maat kleiner nemen. Maar het was gewoon niet echt een stringachtig. Maar het was meer een soort ja, broek bijna. Zeg maar van de voor was die heel heftig. En groot. En glimmend. En dat, die stof vond ik dus juist niet leuk. Aan de zijkant heeft die kant, dat was wel heel mooi. En achter is hier dus wel een string. Dit is meer een soort Brazilian-achtig broekje. En ja, ik ben daar gewoon minder fan van. Ik vind het gewoon wat minder mooi. Maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon per persoon verschillend. Maar ja, je hebt altijd een minst favoriete setje. En dat is deze. Maar ik zou hem alsnog natuurlijk gewoon aantrekken. Want het is mega handig onder witte trui of witte kleding. Dat het niet doorschijnt. En dan als laatste het loungepak. Deze heb ik al aangehad, want ik vind het echt zo'n fijn loungepak. Ik heb deze in de maat L, de broek in L en de top in S, denk ik. Ja, de top in S.
Ik had deze aan met de sportieve lingerie set eronder. Dat past er echt perfect onder deze band. Ja, onder deze top, onder deze band. Heel erg leuk. Vet leuk. En deze broek. Ik heb dus in maat L, want bredere heupen. Dus ik heb meestal wel maat L hiervoor nodig. Maar het valt gewoon normaal. Ja, wel uitkijken dat je niet zomaar iets klein neemt. Want je moet goed naar de recensies kijken. Deze heeft dus hierboven een band. En die loopt gewoon ja, zwart uit. Super gaaf. Kijk hoe cute. Op elkaar. Heel erg leuk. Ik ga deze ook eventjes aandoen, want dit wil ik natuurlijk wel gaan laten zien. Ik kan ook laten zien hoe de maat eruit ziet. Oké, ik heb het pak nu aan. Het is echt een heerlijk pak. Ik heb echt die skere slippers eronder van Shein. Maar ja, het is echt een heerlijk pak. Ik heb echt de maat L wel nodig. Hij is dan best wel lang, maar je ziet hier bijvoorbeeld dat ik dat echt nodig heb. Je ziet een lelijke vetrol hier. But I don't give a fuck. Van achter zit hij ook zo mooi. Het is veel mooier met echt zo'n lounge lingerie setje eronder. Maar ja, ik ben echt mega blij mee. Super chill pak. Dit was alweer de video. Het was eigenlijk een super korte video. Normaal maak ik wel wat langere video's. Maar dit was dus speciaal bedoeld voor Lounge. Dus video is natuurlijk in samenwerking. En deze is in samenwerking voor hun birthday sale. Ik ben echt mega erg fan van Lounge. Dus daarom wil ik echt graag deze samenwerking aan. En jullie eigenlijk ook helpen. Waardoor je nu veel goedkopere setjes kan scoren bij Lounge. Omdat ze dus een mega sale hebben. Deze week komen er dus 3 video's online. Ik hoop dat jullie de extra video leuk vonden. Ja, vergeet zeker niet op mij te abonneren als je de video leuk vond. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je deze video leuk vond. Laat in de comments weten of jij wat gaat bestellen met de grote birthday sale. Vergeet dus ook niet op mij te abonneren en de notificatiebel aan te zetten. Dan blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En hoef je geen 1 video meer te missen. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!